Ingedeukte bekers en kapotte vellen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Meestal is het doordat iemand anders tegen de muzikant aanloopt en daardoor valt men in het feestgedruis. En met carnaval zijn muzikanten altijd net iets enthousiaster. Ik stond natuurlijk te slaan bij het concert voor de Moriaan. En in één keer vlogen mijn bekkens daar zo tegen de Sint-Jan aan. Dus... En dat doet een muzikantenhart best wel zeer. Meestal is men toch wel een klein beetje of in paniek of erg geschrokken. Dat is als je instrument ziet vallen en deuken, dan slaat je hart even een slagje over. Gelukkig maken de muziekdokters van Van Gorp alle instrumenten weer bespeelbaar. En ze zien dus ook wat de carnaval doet met een instrument. Een instrument is bedoeld om te gebruiken, maar mijn carnaval heeft er wel wat meer te lijden dan normaal. Dat is zeker zo, ja. Ik zie de confetti hier inderdaad al op het matje. Ja, ja. En het ruikt naar bier, maar dat kun je niet zien natuurlijk. Deze carnaval zijn er al 40 muzikanten geholpen, al lukt dat niet altijd. Een trombone die onder een praalwagen kwam, was namelijk niet meer te redden. Nou, gewoon echt plat, dus dit is plat. Dus de beker, het was gewoon, je kon hem plat aan de muur hangen. Veel reparaties zijn mogelijk door onderdelen van waardeloze oude instrumenten opnieuw te gebruiken. Van Gorp heeft dan ook een heuse donorbank op zolder. Op zich als trompet is het niet meer ideaal, maar hier zat dus een pijpje op. En daar heb ik gisteren iemand heel erg blij mee gemaakt door zijn trompet weer aan de gang te krijgen. Want dat is zo'n pijpje die hij kwijt was. Grotere visies komen pas na de carnaval. De instrumenten worden nu snel gemaakt, zodat ze weer bespeelbaar zijn. Want een muzikant zonder instrument is niks. En wat is carnaval zonder muziek? Nog minder. We hebben het gewoon nodig. Het is leutig in de kroegen en op straat. En dat proberen we heel graag mede aan de gang te houden.